Vandaag staat er een derby op het programma tussen Zwammerdam en Aarlanderveen. Aarlanderveen begint zich in de gevarenzone met 2 punten. De thuisploeg heeft er 6. Het belooft dus weer een spannende wedstrijd te worden in de derde klasse E. Justin Bons sprint langs 2 man. En geeft een goede voorzet, maar die kan De Bruin niet afmaken. Peters speelt terug op Bons. Peters haalt uit, maar te zwak geschoten. Goede steekbal op Mitchell Bons. Bal komt terecht bij Van Vliet. Raakt de bal verkeerd. Justin Bons dan? Nee. De broeders Bons met een korte corner variant. Voorzet. En daar was Kramer dichtbij. Het scheelt niet veel. Van Dijk denkt na over hoe hij Aarlanderveen de wedstrijd in kan krijgen. En met die gedachte gaan we ook de rust in. De tussenstand is nog altijd 0-0. Peters werkt weg. Bal komt terecht bij Tom Nauwens. Mooi combinatiespel tussen Overbeek en Elma Rijen. Schiet naast. Peters mag oplopen. Vindt links Van Vliet. Die legt hem klaar voor Kramer, maar de minderjarige Verboom redt. Aanval voor Zwammerdam. Wat een gepruts achterin bij Aarlanderveen. Wordt dit dan bestraft? Nee is het antwoord. Hij schiet over. Aanval voor Aarlanderveen met Grimelius. Koekoek, weg is Oudijk. En ja. Hij zet de Châtelier op het verkeerde been. En daarmee is het 0-1. De Grimelius Show, dames en heren. Hij speelt hier Oudijk voorbij en schiet hem heerlijk binnen. El Maraje wordt neergehaald, maar de aanval mag door. Overbeek, 1-2 met Grimelius. Overbeek, gekeerd door de Chartenier. Vlatko Lacic mag doorstomen. De Bruin. En Kramer. En het feest gaat niet door, want er is voor buitenspel gevlacht. Peters speelt de bal op Justin Bons. Bons en gered door Verboom. Uitbraak door Aarlanderveen. Eray Boskuurt speelt diep op Lars Overbeek. Maar de grensrechter vlacht hier onterecht voor buitenspel en ontneemt hier een grote kans. Zoals te zien is in deze foto geen buitenspel. Boskuurt. Oeh, goede combinatie met El Maraje. El Maraje mag vrij doorlopen op de keeper. El Maraje. Oh, wat een misser. Corner voor Zwammerdam. In de kluts. Gaat hij er dan in? Veerman? Nee. Dan wordt het spel stilgelegd, want daar ligt El Maraje op de grond. En door mijn betrouwbare collega heb ik vernomen dat het gaat om een oogblessure die is veroorzaakt door Lacic. Dat levert veel woede op bij Aarlanderveen. En uiteindelijk moet ook El Maraje het veld met deze blessure verlaten. Achterlijn gehaald. Wordt dan teruggelegd? Ja. Nauwens! Op de lat! Dicht bij de beslissing. Voorzet Justin Bons. Mislukte omhaal van Vince Angenin. Maar de bal belandt bij Lacic. Lacic. Ja. In de 95e minuut. Ongelooflijk. Naast dat hij een oogje voor de tegenstander heeft, heeft hij ook een oogje voor de goal. Maakt hiermee zijn grote misser ook meteen weer helemaal goed. En ook deze fan viert het doelpunt uitbundig mee. Ja, dat mag blijkbaar allemaal hier bij Zwammerdam. Ja, eerst nog die mislukte omhaal. Was leuk geweest als dat ook had gelukt. Dan neemt Lacic de bal aan en schiet hem vakkundig binnen. De wedstrijd zit erop en de vlam is in de pan. Aarlanderveen moet volgende week kijken hoe het beter kan. De eindstand van deze wedstrijd is 1-1. Toch een beetje een bevrijding dat je een punt gehaald hebt. Nee. We hebben nu alweer 3 keer achter elkaar gelijk gespeeld. En we hadden bij alle 3 de wedstrijd het gevoel wel dat er meer in zat. Ik denk dat we komen natuurlijk vlak voor tijd 1-1 op de keeper. Ja. Eigenlijk na de 0-1 direct de kans op de 0-2. Daarna kregen we de kans 1-1 op de keeper. En daarna nog wel weer op de lat. Ja, goed. Dus dan bij 0-2 dan hoop je dat je die wedstrijd gewoon binnen. En dan is die binnen. En dat lukt niet. En dan krijg je hem in 95 minuten weer tegen. Een beetje vergelijkbaar met het scenario van vorige week. Dus sportief gezien is het een beetje een horrorseizoen. Wat een wedstrijd hebben wij gezien. Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
eerste helft gebeurde er niets. Die kan je eigenlijk af doen met twee, drie minuten. Ja. Maar tweede helft gebeurt er heel veel. Ik ben het niet helemaal met je eens. De eerste 20 minuten gingen jullie toch goed van start. Mitchell Bons, Ryan Peters lange afstandsschot, allemaal net niet. En dan in de tweede helft gaat het gebeuren. Ja, maar ik vond ons in de eerste helft gewoon niet conform de afspraken. Hè. We hadden afgesproken dat we hoge pressie wilden spelen. Ja, dat kwam niet, omdat wij gewoon niet doorstapten en niet doordekten. En niet iedereen in de discipline speelde. Nee.